Welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel is dit een eerste indruk video. Ik heb nog nooit een eerste indruk video gemaakt, maar het leek me heel erg leuk om te doen. En vandaag ga ik een eerste indruk video maken over de Babyliss Sublime Touch in 32mm. Dat is het maatje L. En je hebt nog eentje groter en dat is 38mm als ik het goed heb. En ze hebben nog twee kleinere maten. Maar ik wil graag een grotere maat om meer natuurlijkere krullen te maken. Ook wil ik even zeggen dat deze video niet gesponsord is. Ik heb hem gekocht bij vonk.nl puur omdat mijn vader daar een bon van had en die mocht ik hebben. En ik zou Vonk eerlijk gezegd niet aanraden. De service is top. Maar als ik eerlijk ben zijn het nogal best wel oplichters qua prijs. Het is echt super duur, vind ik persoonlijk. Ik vind het geen goedkope site, dus ik zou ook niet aanraden om daar te kopen. Ik denk dat je deze ergens anders waarschijnlijk goedkoper kan vinden. Dus dan weten jullie dat. Nou, dit is hem dan. Hij heeft een beetje een roze staaf. Ik vind hoe hij eruit ziet heel erg mooi. Een paar dingen die me meteen opvielen is dat hij een draaiend snoer heeft. Dat vind ik zelf ontzettend fijn, want het zorgt ervoor dat hij niet zo snel in de knoop gaat. Twee dingen die mij meteen al opvielen die ik minder fijn vind, is dat het natuurlijk een klepje heeft. Maar die hoef je niet per se te gebruiken. Kan je gebruiken, maar het geeft een grotere kans op een knik aan de onderkant van je haar. En ook ben ik niet heel erg fan van dit, ja, standaardje. Het is echt heel fragiel. Hij blijft wel goed staan omdat hij hier gewoon goed vast zit gemaakt. Maar ja, het is echt een ielig statiefje voor zo'n groot ding. Dus hij glijdt wel makkelijk weg. Heeft ook geen anti-slip en het is heel dun. Dus dat vind ik een beetje minder. Ik heb er heel eventjes de gebruiksaanwijzing bij gepakt. De hoogste stand is 180 graden. Dat is dus best wel standaard, dat is gewoon prima. Hij heeft hier zo, zoals je kan zien, waar je de graden kan aangeven, een minimum van 1 en een max van 10. En in de gebruiksaanwijzing geven ze aan welke stand jij het beste voor jouw haar kunt gebruiken. Stand 1 tot en met 4 voor gevoelig haar, 5 tot 7 tot normaal haar en 8 tot 10 voor dik haar. Ik ga zelf maar gewoon eventjes beginnen met de middelste stand, dus 5. En dan heb je hier twee knopjes aan en uit. En dan doen we hem aan en zoals de beschrijving zei gaat hij dan een lichtje knipperen. Stopt hij met knipperen, dan betekent het dat hij warm is. Dus we moeten even wachten. Ondertussen gebruik ik heel even mijn Andrilon Heat Protecting Spray. Want natuurlijk altijd als je wat warms op je haar doet, bescherm het. Echt waar, je haar is je dankbaar. Oh, hij is nou al gestopt. Oh nee, toch niet. Schijnbeweging. Nou, hij blijft nu één kleur. Hopen dat hij het zo blijft, niet weer gaat knipperen. Maar dat betekent dus dat hij klaar is. Is heel snel, vind ik zelf. Ik ga hem een keertje proberen met klem en... Helikopter, helikopter. Sst. Ik ga hem een keertje met klem proberen en een keertje zonder. Kijken of dat veel verschil maakt. Ah, kijk, die is al beter. Zoals je ziet wordt het wel echt een grove grote krul. Maar ik vind hem erg mooi uitzien. Nu ga ik een pluk proberen zonder de klem. Het kan dus ook prima zonder de klem wat je zelf graag wilt. Maar ja, als je gewoon goed kan werken met een klem dan komt er heus geen knik in. Dus het is net wat je zelf fijner vindt. Gekruld. Ik ga nu nog een paar plukjes doen. Dus dan pak ik hierboven een klein plukje. En dan doe ik er iets van 3 aan beide kanten van mijn hoofd. En dat zorgt ervoor dat je veel meer volume krijgt. Dus dan doen we dat. Nou, dit is het eindresultaat. Ik vind het heel erg lijken op krullen die je eigenlijk de tweede dag hebt. Dus als je hele strakke krullen maakt en dan de volgende dag wakker wordt, dan ziet het er een beetje zo uit bij mij. Dus in dat opzicht heeft de krultang goed zijn werk gedaan. Alleen, ik ben niet echt een hele erge fan, want ten eerste het standaard is echt vreselijk wat ik al van tevoren dacht. Hij gleed heel vaak weg. Ik heb hem bijna een paar keer daardoor laten vallen, dat hij bijna op de grond viel. Ja, ik vind het gewoon niet veilig en hierdoor kun je je sneller verbranden. Dus dit is iets wat ze echt moeten verbeteren naar mijn mening. Het kliksysteem vond ik zelf ook niet zo handig. Had ik van tevoren niet verwacht. Maar waar je de standen aanpast zit een beetje eigenlijk waar je de hele tijd met je hand zit. Want als je die klep opent dan leun je op het kliksysteem aan de achterkant. En ik kreeg het iedere keer voor elkaar dat ik dus
de temperatuur veranderde omdat ik daarop ging leunen terwijl ik de klep opende. Dus ja, die vind ik een beetje onhandig geplaatst. Ik heb een andere krultang en dan is dat gewoon met een knop, zeg maar waar hier de uit- en aanknop zit, zit daar een uit- en aanknop en waar je de graden kunt instellen. En dat vind ik veel fijner, want dan ja, raak je die per ongeluk aan, want dit is heel makkelijk te bewegen. Dus dat is een beetje jammer, maar voor de rest werkt hij goed, is makkelijk in gebruik. Ja, ik vind het een beetje een gemiddelde krultang en ik geef hem een 6,4 uit 10. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet hier beneden even een reactie achter te laten of je misschien in de toekomst meer eerste indruk video's van mij wilt zien. Ook kun je hier zo beneden op mij abonneren. Is maar één druk op de knop. Is helemaal gratis. En blijf gewoon op de hoogte van wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video.